Welkom bij weer een nieuwe video op Gamersnet.nl. Ik ben Amador en ik ga jou helpen met Monster Hunter World. De afgelopen weken houdt de game genoeg gamers al tientallen uren bezig, maar waar moet je op letten als je op jacht gaat naar de enorme beesten in de game van Capcom? Daarom speciaal voor jullie 5 tips om het leven in Monster Hunter World net wat makkelijker te maken. Tip 1 is de voorbereiding. Elk monster waar je op gaat jagen heeft eigen sterke en zwakke punten. Probeer erop te anticiperen met de uitrusting die je gaat dragen. En in de Hunter's Guide staat vaak welk lichaamsdelen van jouw prooi het zwakste en sterkste zijn. Hou daar dus rekening mee met de keuze van je wapen. Ook is het belangrijk om eerst langs de kantine te gaan om te gaan eten. Het verorberen van een voedzame maaltijd zorgt voor een tijdelijke boost van je stats. En je kan zelf kiezen of je meer attack, defense of andere voordelen wilt hebben. De Musketeer Chef maakt met liefde voor je klaar, zodat je een streepje voor hebt op je prooi. Tip 2 is het geduld bewaren. Hoewel de eerste paar gevechten in Monster Hunter World niet heel erg moeilijk zijn, wordt het al snel een heel stuk pittiger. Het is dan ook belangrijk dat je geduldig te werk gaat, want sommige monsters kun je in één rakenklap vermoorden. Observeer eerst goed het gedrag van je vijand, zodat je precies kan voorspellen welke aanval er volgt. Neem ook rustig de tijd om af en toe van het gevecht weg te lopen en jezelf op te lappen met een potion. Vergeet dan ook niet je wapen te slijpen, want die wordt vrij snel bot en doet dan minder schade op je prooi. Vecht slim en niet te gehaast en zo krijg je elk monster snel naar de vloer. Tip 3 is gebruik je omgeving. Terwijl je bezig bent om je prooi te bestuderen, is het ook meteen handig om te oriënteren wat er precies om je heen gebeurt. Er zijn namelijk een aantal manieren om je omgeving te gebruiken tegen een monster wat je wilt bestrijden. Er zijn een aantal NPC's genaamd Grimmalkinds die meevechten of een monster in de val lokken en je kan de natuur ook in je voordeel gebruiken. Breek een dam of laat enorme rotsen vallen, zodat je in één klap veel schade aan kan richten. Mocht je tijdens je gevecht worden lastiggevallen door nog een monster, dan bestaat er ook een kans dat hij op de vuist gaat met je prooi. Hij doet het werk voor je en jij kan jezelf rustig even oplappen aan de zijlijn. Tip 4 is kies het wapen die bij jou past. In Monster Hunter World zijn er 14 verschillende wapens die allemaal een andere stijl van vechten aanmoedigen. Het is dan ook zaak om snel te bepalen hoe je het liefst speelt. Ben je liever de tank met een enorme hamer? Sta je graag op een afstand met pijl en boog? Of ben je liever snel met dual blades? Maak deze keuze snel en blijf die keuze trouw, want je hebt flink wat oefening nodig om je wapen goed te gebruiken. Tip 5 is dat je het vooral moet spelen met je vrienden. Monster Hunter World moedigt co-op aan en het is ook veruit het leukste om met een team op pad te gaan. Zorg ervoor dat je een goede rolverdeling hebt om de zwakke punten van elkaar op te vangen. Het is dan ook zaak dat er minstens één iemand een boog heeft en één iemand ontzettend veel schade kan aanrichten van dichtbij. De andere twee zijn support en zorgen voor genoeg schade om het monster aan te vallen. Blijf ook een behoorlijk eind uit elkaar, want sommige monsters kun je in één klap uitschakelen. Aangezien er in het hele team maar 3 doden mogen vallen, is het belangrijk om het risico te verspreiden. Maar het allerbelangrijkste is dat je met z'n allen geniet van de epische game die Monster Hunter World heet. En dit waren ze, 5 tips om Monster Hunter World als een baas te spelen. Zijn er nog tips die je voor ons hebt, of wil je de review nog eens lezen? Kijk dan vooral op gamersnet.nl voor alles over Monster Hunter World. Ook andere reviews, previews en items zijn te vinden in het warme bad wat Gamersnet heet.